Heb ik al pleegdrukt? Oh ja, ja. Ik heb al pleegdrukt. Oké. Okay. Mariella. Ja? Jij bent een voorstelling aan het maken. Mm-hmm. En die voorstelling die gaat spelen op 27 en 28 november in de Cultuurcampus in Vleuten. Ja. En die voorstelling heeft een geweldige titel. Het ambitieuze verhaal van een niet werkende en dan ook nog allemaal woorden die zijn doorgestreept. Mm-hmm. Vrouw, millennial. Professional, maar je kan eigenlijk alles invullen. Je kan alles invullen en weer doorstrepen. En weer doorstrepen. Het ambitieuze verhaal van een niet werkende. En die voorstelling die ben je nu aan het maken en die heb je gemaakt op basis van interviews die je hebt gehad het voorbije jaar met mensen in de wijk die niet werken. Toch? Mm-hmm. Ja. Dat is nog geen vraag die ik heb gesteld. Nee, nee. Ik bevestig dit. Ja, precies. Ja. En die voorstelling die gaan we dus zien. Maar ik vroeg me af, Mariella. Mm-hmm. Waarom zouden mensen in hun vrije weekend in godsnaam naar een voorstelling toe gaan over werk? Nou, omdat je in het weekend tijd hebt. Dat ten eerste, denk ik. Ja, de rest van de week moet je werken. Ja, precies. Ja. Dus dat is het moment om iedereen bij elkaar te verzamelen. Mensen willen dan toch gewoon die willen dan niks doen? Ja, maar mensen willen ook vermaak. En ik denk dat deze voorstelling, ondanks dat het misschien gaat over een kwetsbaar thema, of dat je denkt, werk saai, daar wil ik het niet over hebben. Ik denk dat het alsnog vermaak is en dat het mooi wordt. We zijn nog wordt het mooi? Nou, dat hoop ik. Ik doe mijn best. Hoopt ook. We zijn nog hard aan het repeteren. Nee, ik hoor, Floor die heeft stukjes gelezen, zei dat het echt heel mooi wordt. Nou, dus dat... En je hebt een fantastische muzikant. Een fantastische muzikant. Een hele leuke actrice. Een schrijver en een leuke actrice. Dus dat is het teampje met wie we dit maken. We hebben gewoon heel veel mooi bronmateriaal. Heel veel mooie, goede interviews. Die eigenlijk allemaal iets zeggen over werk. Ook, juist ook tegen mensen die wel werken. Dus als je denkt, ik heb hier niks mee te maken en ik wil niet over werk hebben. Want ik werk gewoon. Dat gaat juist over jou. Ja. Juist als je wel werkt. Ja. Dan moet je eigenlijk komen. Maar als je niet werkt ook, want dan gaat het ook over jou. Ja, want als je wel werkt, heb je niet zo vaak de tijd om daarop te reflecteren over of je dat eigenlijk wel leuk vindt. Ja, of voortdurend, s'nachts, piekerend in je bed. Oh, ik de hele tijd denk ik, was ik maar iets anders voor. Nee, maar dat is niet het goede moment. Dat moet je dus doen in het weekend met ons. Ja, precies. Waarbij je dus eerst lekker kan kijken en waar we daarna eigenlijk in gesprek kunnen met elkaar om het er nog verder over te hebben. En je hoeft ook niks te zeggen als je dat niet fijn vindt. Dat mag natuurlijk ook. Het is al heel leuk als je gewoon komt kijken. Voor jou. Voor mij. Ja, nee, en voor degene die komt kijken. Ik sprak nu de toeschouwer. Ja, sorry. Het is voor jullie heel leuk om te komen kijken. Ik vind echt dat wij een supergoed promotiefilmpje hebben opgenomen, wat helemaal niet te lang duurt. Ik denk dat de marketing hier heel blij van wordt. En ik vind dat we ook lekker worden afgesneden in het beeld zo. Het duurt ook al veel te lang, want ik moet nu eigenlijk gaan repeteren. Oh ja, je moet gaan repeteren. Ja, ga zorgen dat het mooi wordt. Ja. Dus 27, 28 november in de Cultuurcampus in Vleuten, het ambitieuze verhaal van een niet werkende, de kaartjes kan je kopen via onze site. Die nieuw is. Die nieuw is. Dat is een hele mooie site. Ga kijken en koop kaartjes. Ik ben er de 27e niet, helaas. Ik moet werken. Maar de 28e ben ik er zeker wel. Ik moet spelen in de Drachten. Maar het wordt net zo leuk ook zonder kijk. Veel leuker. Leuker nog. Over het algemeen worden dingen leuker als ik er niet ben. Dus, toch? Ja, zeker. Zeker. Maar de 28e ben ik wel. Dus dan moet je mij gedogen. Ik kijk er in ieder geval heel erg naar uit om te gaan kijken. Volgens mij wordt het heel mooi. Ik wil jullie allemaal heel graag uitnodigen. Dus kom kijken. Doeg! Doei!